Anhand van de data die is verzameld van 1 oktober tot 18 november dit jaar is te concluderen dat er een teruggang is in het aantal overtredingen gedurende de lockdown. Dit stelt minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij sprak vanmorgen tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van de regering. De bewindsman geeft verder aan dat er in Paramaribo van begin tot eind oktober 511 personen zijn opgebracht, bijkans 2600 voertuigen gecontroleerd en meer dan 1000 mensen naar huis zijn gedirigeerd. 24 bekeurd. Er waren 293 controles bij de bruggen. Let wel, in deze periode waren de bruggen niet gesloten. In midden, regio midden, is 1 persoon opgebracht. 99 mensen werden gecontroleerd. 293 werden huiswaarts gedirigeerd en 23 PV's aangezegd. In West zijn 8 mensen opgebracht. 229 personen werden gecontroleerd. 156 voertuigen gecontroleerd. 128 mensen zijn huiswaarts gedirigeerd. En er werden 20 bekeuringen ingesteld, PV's aangezegd. 5 auto's in beslag genomen. 3 gram marihuana in beslag genomen. Er werden 112 roadblocks gehouden. En hier werden, dus in West, werden 73 COVID-PC-processenverbaal aangezegd. Ter zake uitgangsverbod. De bewindsman heeft gemerkt dat de overtredingen ook in november zijn teruggelopen. Anderzijds is de lockdown met een uur teruggebracht en geldt deze van 11 uur 's avonds. Echter wil dit niet zeggen dat de samenleving er weer op los moet gaan. En vanaf 18 gaan de bruggen weer dicht. Dus vanaf de lockdown tijd gaan de bruggen weer dicht. Dat is een bijstelling, omdat we hebben gemerkt dat de afgelopen dagen dat de mensen meer gaan feesten. Wat we vinden dat lastig, omdat we hebben gesteld dat we niet moeten gaan slabakken. COVID is nog niet voorbij, er is nog geen vaccin, dus moeten we ons blijven houden aan de regels. Al is de versoepeling van de lockdown periode bijgesteld, maar we moeten serieus blijven en ons aan de regels blijven houden. Ten aanzien van de grenzen kan ik aangeven dat de grenzen, onze landsgrenzen zijn nog steeds dicht. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij sprak maandag over de cijfers van het Korps Politie Suriname ten aanzien van de politiecontroles die zijn uitgevoerd. De verschillende bruggen over het Saramaka-kanaal gaan vanaf deze lockdownperiode weer dicht om 11 uur 's avonds.